Goedemorgen jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben nu even Iden zijn schortje aan het aandoen. Want de chefkok en privé butler heeft ontbijtje voor hem gemaakt. On today's menu from Iden. Ei. Gestoomde en gepureerde appel met banaan. En brood. Met een egg wash en pindakaas. En meestal eet ik ze eten mee, but I can't. Because I'm fasting. So, ik ga nu ze eten geven. Zo, gaan we lekker eten, poepie. Mama, alleen even een lepeltje pakken. Je weet hoe deze gaat gaan. Ik ga hem nu al leren met bestek eten. Ja, goed zo. Die moet in je mond, hè. Die de lepel erin. Ja, voer dit in. Alsjeblieft. Goed zo, Cookie. Oh ja. Lekker, schat. Nee. Rustig. Je ziet, gaat alles erin, hè. Nou jongens, ik ben nog nooit zo lang bezig geweest met eten te maken. Maar vandaag is ze bij ons thuis. Gezellig. Goedemorgen jongens. We zijn op de set van de Ik hou me vast, beter. We zijn op de set van de Tata's. Goedemorgen iedereen. Hey, goedemorgen. Rustig met jou? Vlog. Goedemorgen iedereen. Ja. Dit is de outfit. We hebben nog wat dikke jakka. Rosie is in de make-up. We zitten trouwens in een bus. Waar onze kleding en make-up wordt gedaan. Zij zegt gewoon naar links toch? Kijk gewoon. Eerste dames. Is dat een beetje jongen? Party! Op de huid gepakken. Ja. We zitten lekker aan de tafel te eten. Ja, ja. Kom ik later met... Ga filmen jongens. Doei! Nee. Nou, we hebben nu even een andere outfit aan. Ik heb even de jakken aan, want het is super koud buiten. Het is echt super koud buiten. En ja, we zijn in Jess de winkel. Ze is aan het werk. Aan het brokken. Dan ben jij nou weer te vreten naast mijn oor. Ja. Ja, nou. Maar die kan weg. Wat is dat? Bananenchips. Heb je dat ooit gegeten? Ja, maar het ziet er anders uit. Nee, dat kan niet. Dat heb je nog nooit gegeten. Banaan. Stop de cap. Volgende keer. Zonder de jas te repeteren. Ja. Oh wauw, ik heb echt serieus. Een paar uurtjes en dan mag ik eigenlijk eten. Oh my god, ik ga dood. Oh my god jongens, ik ben nu onderweg naar de White Dinner. Maar, de White Dinner zegt het al, je moet helemaal in het wit. En omdat het zo'n hectische week was, heb ik geen witte outfit. Dus ik heb een soort van een beetje off-white-achtige setje aan. Maar gelukkig gaat Shema ook. En zij heeft een witte jas voor mij meegenomen. Echt, oh my god, ik ben echt dankbaar. En ja, we zijn echt veel te laat. Dus ik ga even doortrappen. En ja, dan ben ik er straks hopelijk nog op tijd. Nou, we zijn hoor bij de White Dinner. We zijn met Shema. Ik ga straks speed daten met de dingen. Maar eerst gaan we eten. Ik ga nu mijn pasta verbreken met brood en water. Ja, ik ben mijn dadels in de auto vergeten. Op de huid, maar dat weten jullie al. Ja. Dus voilà, ik denk dat het nu tijd is om iets te gaan ruiken. Nee, ik ben net wakker en Fino is in Marokko. Dus ik doe Iden de hele week alleen. En ja, nu hij weg is, merk ik toch wel dat het echt zwaar is hoor, in je eentje. Want als ik bijvoorbeeld wil gaan douchen, dan zei ik van... Als ik bijvoorbeeld even wil douchen of een make-up wil doen, dan zeg ik gewoon tegen Daphne, hey, kan je Iden even houden. En ja, als je in je eentje bent, is het toch wel wat lastiger. Hi, Cookie. Dus ik
heb wel echt respect voor alleenstaande ouders. Dus echt, echt zwaar. Maar wel heel leuk hoor. Het is echt zo leuk om met iedereen wakker te worden. Oei. En nu hebben we wel het hele bed voor onszelf. Yay! Hey. Kom naast staan, naast staan. Hey. Mijn mouw is zoveel pijama. Cookie. Hallo jongens, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben nu in Zaandam. En de gyal die mij Arabische les geeft, die ging een iftar houden voor bekeerlingen. En ze zei van, lijkt je niet leuk om het samen te doen? En toen dacht ik, yes, dat gaan wij doen. En zoals je ziet ben ik nu in de zaal in Zaandam. En we gaan nu eventjes een beetje kijken van, oké, hoe gaan we de tafel zetten? Kijk, want het ziet gewoon nog echt leeg uit. En straks komt het decoratieteam, die gaat de tafels mooi opdekken. Dus ik dacht, laten we gewoon beginnen met tafels neerzetten. En ik moet echt even mijn best doen om mijn wasding op te houden, want ik moet echt een scheetje laten. Hier is ook een prayer room, ik heb net mijn gebed gedaan. En ik weet nog niet dat ik net al mijn outfit heb laten zien. En ik ben echt obsessed met mijn outfit van Nice Store. Het is een mooie linnen setje. En ik heb ook deze set in het grijs, maar dan zonder abaya. Want die hebben ze helaas volgens mij niet bij die grijze outfit. But I love it. It is so classy, sassy. Yes. Ik weet gewoon niet wat ik met mijn tijd moet doen. Maar we zijn aan het wachten op het decoratieteam. En ze doen lang wat ze zijn. Ze zitten in de file. Maar als het goed is, as we speak, komen ze nu binnen. Nee, grappig. Maar ze komen binnenkort. Kijk hoe mooi die bloemstukken. Worden van scratch gemaakt. Hoe spreek je eigenlijk uit? Ingenieur? Ja, ingenieur. Ingenieur XLR. Voor de mooiste decoratie. Dat zal natuurlijk het eindresultaat laten zien. En die inzet wel in de beschrijving. Maar kijk hoe mooi, jongens. Lekker bezig. Ik heb hier... Oh. Ik film zomaar iedereen. Ik weet niet eens of mensen op de camera willen, maar oké. We hebben hier de goodie bags. En we gaan even de Perry bottles van mijn webshop Essie Babe erin stoppen. Ik ga nu even laten zien wat er in de goodie bag zit. En gebedskleedje. Ik heb echt geen zin om alles eruit te halen. Bedskleed, testbib. Kijken, deze die van jou. Ja, de Essie spray bottle. Snoepjes. Echt goed voor naar je voodoo. Yeah. Oké, okay, dit is ook echt fijn. Wat is dat? Van die flyers van de vrouw van de islam die pas parkeren. En deze is perfect. Oh my god, het is precies 7 uur en nu is de inloop en het is nog helemaal niet klaar. En ik krijg anxiety attack. Nee, die bags zijn klaar, de helft is al overgegaan. Ik wil laten zien wat er op het menu staat. Ja, ik wou de wauw. Ziet er echt goed uit hoor. Hier zit harira soepje in. Ja, ik vind het wel leuk. Ja toch? Mmm, lekker. Laatste twee is dus. Dit is ook zo'n rijst. Allemaal salad. Oh, die ziet er lekker uit. En hier nog harira soep. Het begint er echt heel mooi uit te zien. Kijk nou, guys. Dat is een beetje dezelfde routine. Wordt wakker, zet Miss Rachel aan, zodat iedereen even rustig kan zitten, eten kan maken. Hey, liefie, wat gaat ie? Hallo lieve vrienden van het leven. Ik weet echt niet waarom ik elke keer de vlog niet afsluit. Dus vandaar dacht ik van, weet je, ik maak gewoon wel een video in plaats van zo'n suffe tekst. Maar
Ja, wat willen jullie van mij zien in de vlogs? Want ik loop een beetje vast of zo. Ik weet niet wat... Earthquake. Ik weet niet echt zo goed wat ik nog moet filmen. Ja. En ik heb ook het gevoel dat ik echt dat het een beetje langdradig is en saai. En nou ja, geen idee. Ja, laat het even weten in de comments. En volgende week ben ik gewoon weer hoor met de video. Dus dan zie ik jullie volgende week. Doei doei!